Ami ting un quenta shongarei. Nancy alagasaku, shongarei tin wowo skill. Shongarei Arabia hopi. Ik heb gereisd in Afrika, in de Cariben en in Suriname, maar ook hier. Ik heb ontdekt dat iedereen een link met het slavernijverleden heeft. En ik ben daardoor geïnspireerd, heb er nieuwe Anansi-verhalen van gemaakt. En nu zit ik hier onder mijn Anansi-boom met die schoenen. Wij noemen het een documentary meets storytelling. En dat noemen we zo omdat we ook echt de beelden laten zien van de ontmoetingen. En neem dat weer mee in een volgende scène. Nice to hear that he has a father who could tell him everything. Because I only know from telling that I am a descendant of slavery. Thank you. Ja, het was een afwisselend verhaal met leuke filmpjes ertussen door om een beeld te krijgen. Zo, en dan moet ik deze moet ik aandoen. Hè? Ja, dan moet er overheen. Het wordt steeds gezelliger hier, zeg. Ja, ja, kijk, want die stenen zien die mensen ook, maar je kan ook even kijken wie Sanne is. Zie je dat is Sanne? De kracht van het verhaal is gewoon een hilarische voorstelling. Waarin ik met humor vertel over een zwaar thema als de slavernij. En ik probeer het juist luchtig te brengen, omdat ik van overtuigd ben dat je daarmee de mensen raakt en eerder bereikt. En Anansi schiet zichzelf de hemel in, zo. Zoals Anansi dat kan aan zijn spinnendraad. Net zo makkelijk als de zon opkomt en weer ondergaat, klimt hij naar boven. Nou, we hebben genoten. Afwisselend. En dat we niet alleen maar in dat verleden moeten blijven hangen, maar ook naar vandaag moeten kijken. En dat heeft hij op een fantastische manier verteld. Sweepen, 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 tot die vrouw rauw van het vlees op haar rug stond. Wanneer schafte Nederland de slavernij af? Petje op! Nee? Ik ben nog met de vragen en de antwoorden bezig, no? Het maken van nieuwe Anansi-verhalen vind ik heel belangrijk, want feitelijk is het altijd zo geweest. Door de eeuwen heen transformeerden die verhalen altijd met de mensen mee. Het is nooit een statisch gegeven geweest. En ik vind het belangrijk dat die verhalen levend blijven en dat ze doorgegeven worden. Schrijf het op, dan zorgt de wind ervoor dat de Anansi-boom jullie link over de wereld verspreidt. Zodat er nooit slavernij zal zijn. Jongerei Arabia, hoopie, zo dit maar doe daar.